Hallo en welkom bij een nieuwe video. Vandaag vertel ik jullie mijn favorieten en opgemaakt van de maand. Juli! Deze maand zijn we de 7e maand van het jaar, dus ik heb ook 7 favorieten. En mijn eerste favoriet is mijn bullet journal, waar ik vooral in het begin van de maand veel aan heb gewerkt. Een aantal afbeeldingen van mijn bullet journal kan je zien op mijn Instagram account bullet journaling by Phoebe, hieronder gelinkt. En mijn bullet journal ga ik hier ook wel nog even laten verschijnen. Als tweede favoriet van deze maand heb ik Degrassi, The Next Generation. Het laatste seizoen, denk ik, van Degrassi, The Next Generation. Aangezien dat ze in hun laatste jaar zaten, is onlangs uitgekomen. En ik heb het echt volledig gebinged-watched. In het laatste seizoen gaat het onder andere over zelfmoordterroristen. En ook de aanslagen in Brussel kwamen aan bod. Als derde favoriet heb ik Jump Sky. Jump Sky is een trampolinepark in Hens, om specifiek te zijn in Lo Christi, waar ik me echt super hard heb geamuseerd. Het is lang geleden dat ik nog zo zorgloos kon springen en dat kun je terugzien in een vlog die ik hieronder zal gaan linken. Als vierde favoriet heb ik de Solden. Ik heb echt super veel gekocht in de Solden. Dat kun je zien in mijn zelfshoplog en in mijn Rijssel-shoplog. En ook deze ga ik hieronder linken. Ik ben echt heel erg blij met alles wat ik heb gekocht. En nu ga ik proberen iets minder te kopen voor de volgende dagen, want ik ben volledig blut. Als vijfde favoriet heb ik The Sims 3. Ik heb The Sims 3 gekocht met een uitbreidingspakket, ja. Ik heb het uitbreidingspakket pets gekocht, of dierenpool of zoiets. En dat ben ik nu via Origin aan het spelen op mijn MacBook. En ik ben echt dol op The Sims. En The Sims 3 of The Sims 2 is mijn favoriete Sims tot nu toe. Als zesde favoriet heb ik de Baby Roll Mascara van L'Oréal Paris. Ik ga deze even tonen. Dit is hem. Een super mooie mascara. Dit is de Miss Baby Roll Mega Volume Mascara van L'Oréal Paris. En hij heeft een interessant draaiend borsteltje. Die je misschien wel al in de reclame hebt kunnen zien. Ik vind hem echt fantastisch. Alhoewel ik hem nog maar 2 keer heb gebruikt. En de 2e keer is vandaag in deze video. Als 7e favoriet heb ik de familiedag. Afgelopen zaterdag organiseerde mijn moeder samen met mijn zus een familiedag voor ons gezin en aanhangsels. De vriendin van mijn broer en zus mochten ook mee. Het was echt heel erg tof. We hebben quad gereden en we hebben verschillende spelletjes gespeeld. Ik ga een stukje proberen te tonen in mijn vlog van komende zaterdag. Maar ik kan niet beloven dat jullie alles zullen zien. Ik heb veel gefilmd, maar privacy en zo. En nu is het tijd voor de op, alles is op. Als eerste heb ik de PS Love Your Skin Deep Clean Facial Wipes gevonden. Het zijn echt fantastische facial wipes. En ik koop die gewoon altijd in de Primark. Ze zijn 1 pond per 2 pakken. Dus super voordelig en super fijn. Dus voor de normale tot combination skin. Als volgende heb ik een Lush bruisbal of bubble bar opgemaakt. Aangezien dat jullie de bubble bar niet meer kunnen zien, heb ik de verpakking mee. Ik heb de snowy bubble bar opgebruikt en die was echt heel erg lekker. Hij komt uit de kerstcollectie en met een geluk ga je hem volgend jaar weer kopen. Ik kocht hem trouwens in de sale.
Als volgende heb ik een shampoo opgemaakt. Dit is de Hair Milk herstellende shampoo voor een dikke haarstructuur van Nivea. En deze was heel fijn. Ik denk niet dat ik die opnieuw ga gebruiken, omdat ik heel graag afwissel van een shampoo. En als laatste heb ik een body butter opgemaakt. Dit is de body butter en die was echt al heel erg oud. Je kan het misschien wel aan de zijkanten van het potje zien. De zijkanten van het potje zijn echt super veel. En het potje is leeg, maar het ruikt nog altijd echt super goed naar grapefruit. Grapefruit is dan ook mijn favoriete body shop geur. Zo, dit was het dan voor deze video. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Vergeet niet alles hieronder in de beschrijving te checken. Vergeet ook geen duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vond. En abonneren als je nog meer favorieten en opgemaakt wil zien. Want we zijn er elke maand weer. Doedels!